bedoeling vandaag was om een evaluatie te maken na 1 jaar gebruik van het voertuig bij King door Van Oort. We hebben destijds in 2021 samen route-evaluaties gedaan. We hebben met die route-evaluaties gaan berekenen hoeveel kilowattuur de kilometer we gingen gaan gebruiken of dat de chauffeur de missie kon volbrengen. En na 1 jaar mogen we wel kijken op zeer positieve resultaten. Om u een voorbeeld te geven, we hadden een verbruik van 0,85 kilowattuur de kilometer geëvalueerd. Vandaag stranden we op 0,81 kilowattuur de kilometer. We zien dat het verbruik wel evolueert. Die ligt heel gunstig in de zomer bij warme temperaturen. En bij koude temperatuur ligt die iets hoger. Koud 1,02, warm 0,7. Maar toch 0,81 kilowattuur de kilometer. Ja, het is eigenlijk op vraag van onze klant King Belgium. In 2020 kwam de logistiek manager met het gekke idee eigenlijk op dat moment nog om elektrisch te gaan rijden. Hij wilde heel graag de eerste zijn in de distributie. Ja, en uiteindelijk zijn we 2 jaar verder en hebben we het geluk dat we met zo'n mooie vrachtwagen op de baan mogen. We zijn enorm verrast van op de manier dat de theorie eigenlijk naar de praktijk is gegaan. Vooral als we kijken naar de autonomie van het voertuig, dan wordt er in theorie verteld van we gaan zoveel kilometer kunnen rijden. Hier dacht ik dat we rondom de 300 kilometer zouden rijden met het pakket dat we hebben besteld. En uiteindelijk in de zomer rijden wij tussen 280 en 300 kilometer per dag. Ook naar winter toe zijn we enorm verrast dat we nog 250, 260 kilometer kunnen rijden. Maar uiteraard de juiste chauffeur op dat voertuig, ja, dat is eigenlijk de sleutel van het geluk. Ik ben 35 jaar beroepschauffeur en ik moet normaal gezien nog 4 jaar werken en ik ben een jaar bezig met deze vrachtwagen en ik ben blij dat ik die ervaring nog mag meemaken voor elektrisch te rijden en dat mee te delen met de collega's. Om met die wagen rond te rijden, dat is heel comfortabel omdat je een bepaalde rust hebt in die wagen en ook het manoeuvreren is heel soepel. Je moet natuurlijk wel zien dat je met die wagen goed kunt anticiperen. Je moet rustig rijden. Je houdt natuurlijk wel de eerste weken die percentages goed in door, maar nu let je daar eigenlijk niet meer op en rijd je gewoon vlot rond. Op een laadpaal van 22 kilowatt en dan heb ik wel een 12 uur tijd nodig voor die volledig terug op te laden. Het verschil is natuurlijk met die fastnetten. Die percentages is zoveel hoger en dan kan ik die toch wel op een 3-tal kwartier terug opgeladen krijgen. We zijn nog maar net gestart met een tweede TCO met Renault. En als we daar samen met onze klant uitkomen en in de hoop dat we eigenlijk een nul operatie kunnen maken tussen een diesel en een elektrische, dan zal het nog even zo heel lang duren al voordat we weer een tweede handtekening mogen zetten. We zijn zeer tevreden, zowel wij als Renault Trucks, als Van Oort, als King, met de resultaten.